Jongens en YouTubers, en welkom bij de Sonic Drift voor aflevering 3. En we staan bij de Matterhorn Bobsled. Yes. Welke kant? In real life is het echt een fucking oude attractie. Ja. Die is van de jaren 50. Ja. Maar het ziet er wel leuk ding uit. Het thema van een Yeti is wel... Het is wel af en toe is het wel vernieuwd, dus jij die toegevoegd ofzo. Maar als ik die opzoek, is hij echt van de jaren 50, maar ja. Hij staat in Disneyland, en deze Disneyland is het oudste Disneypark ter wereld, dus ja. Ook de Space Mountain en de Big Thunder Mountain zijn echt ziek. Mijn naam is Letje Papa. Ik weet niet hoeveel Matterhorns er zijn op de wereld. Hallo, ik ga goed zien, Jens. Kijken. 5, 4, 3, 2, 1. En Jens stinkt. Oké, we gaan nu naar binnen. En Jonas mag sterven. Nog één keer, Jens. En we zullen het zien. Ga er zitten, jong! Ga erin! Oh. Oké, daar! De overkant is nog een ride. Ah ja, dat is dualerend dus. Allee, dualerend. Ik zal het zeggen dubbel. Ja, put. We gaan... Wat, Emma, hola, Emma. Ja, staan we stil? Staan we stil of is het normaal? Amai, nee, preparatie, ik spaar er niks aan. Waarom moet ik dat nu van weten? Nou, daar gaat ie. Oké, there we go. Oké, we gaan naar boven. Ah, Jens. Kom de quick. Oké, we gaan naar boven. Wat is het, jongen? Moet ik je neus eruit slagen als je van Ronald McDonald. Mijn naam is Hutje Gut, joh. Oh my god, stel hem ook. Precies als de boom staan, die ook zo stel. Dit is de Matterhorn Blitz en Flits die wij hadden. Die is goed. Heb je gezien die? Je die? Nee, broer. Ik zal in de video wel terugzien. Ja, ik zag het ook, maar niet. Oké, broertje, we gaan naar beneden gaan, denk ik. Ah ja, hier hebben ze ook een Christen, Bobslee. Ja, dat weet het ook. Ja, hij weet het niet, jongens. Ik weet dat wel, ik zie dat ook direct. Ik zou sinds dat ik gereden, daarom is hij gecrashed. Nee, daar is hij. Ik zal hem met. Fuck you. Die kar is te lang, man. Ook hier is er fucking krap, we botsen overal tegen. Ja, yeah, zijn naam is Vetje, pra. Ik kan goed zingen, gebruik eens het woord man in plaats van zijn. Heb jij een webcam opstaan? Nee. Jammer, like! Mensen, like, als Jens zijn... ...dings moet opzetten. Als Jens vanaf nu terug dat zijn dings moet opzetten. Zijn webcam van de kweek. Echt jammer dat hij niet doet. Ik vind het een bewerking waard. Ik draag een bril nu. Niemand moet mij zo zien. Ja! Ja! Waarom op school niet? Mijn god, lente draag. Ik zeg het toch, niemand moet mij zo zien. Mensen zijn beschaamd door zijn uiterlijk. Ja. Ik wil... Maar ja! Je moet zeggen, maar jongen! Ja, ik ben beschaamd door mijn uiterlijk. Gast, heb je gezien? Ja, spes. Jongen, mijn bril is niets mis, man. Jawel, ik zie wel vertraging. Als iemand mij ziet... Ja, ik zeg toch eens van de jaren 50. Als iemand mij ziet met een bril, ja, ze zijn dat niet gewoon. Dus... Oh nee, je zegt eens met een bril. Cookie Monster. Dit is een skin als Cookie Monster, die gast hier links. Oh, nou, is even goed gehad. Ja. Als je thuis... Of weet je...
Als ik thuis ben, draag ik geen lenzen. Dan maak ik mijn ogen toch alleen maar kapot. Kom bij de tandput. En ik kan niet goed niet scherp zien als ik achter mijn computer zit, dan is mijn bril de enige optie. Je Peter Pan's vlucht. Daar komt hem aan. Er zijn ook hangende gondels, dat is ook wel mooi. Eigenlijk hetzelfde als... Eigenlijk gelijk als droomvlucht, maar dan... ander thema. Gebruik jij die blokken ook eens hier boven, ja? Oh, wat een weg. Die blokken boven mijn klauter hier. Ja, helaas hebben we die niet. Jongen, dat zijn weer de dikke luiers. Gebruik jij als het komt, man. Het biedt jou van ons server een beetje werken, put. Ik ben nu toch in de stemming. Ja, ja. 7, 6, 5, 4. De server gaat voor 2 maanden dicht, joh. Nee, Jens gaat betalen zonder fout. Nee, dus daar is hij. Ik zit er al in. Dit is echt gewoon letterlijk genakt van Eftelingen. Qua, ja, ideeën. Zie je ook, hier Je hebt nog nooit van Efteling gehoord, die mensen. Hier kunnen ook, maar kan niet draaien, hè. Nee, ik bedoel, Disneyland heeft een genakt van Eftelingen. Ah, dat al scène werd te lullen. Hier vliegen we boven de stad. Ja, een kerk. Dan gaat iets ook vliegen. Vooral die scène met die sterren, helemaal, dat is gewoon echt een... Mensen, dankzij Jens gaat de server in verlof. Wat vinden jullie daarvan? Ja, omdat hij niet alleen wil betalen. Maar allemaal haat schrijven op Jens. Schrijf Jens, brillenkop, lul. Jij zit aan vast te zoeken om vinden van Jens ook knol. Wat een smil. Ik wou uiteindelijk 2 orders betalen en jij gaat weer betalen, dus stout. Jij speelt de baas. Ik kan nu niks maken, dus ik vind... Jawel, ik heb ingesteld dat we elkaar niet kunnen bennen. Jij kunt mij bennen. Tenzij ik je DLP geef, dan wel. Jawel, dat kun je geven. Jij kunt dat nou bij mij dus niet houden. Ja, maar jij kunt er wel goed op geven, ik niet. Ja, en? Ja, wat en? Jij kunt mijn DLP direct eraf zwieren en dan het snapt en dan ga ik zeggen van... Oh nee! Het is gewoon dikke 7, gewoon even paneel op naar Isse, hem ben. Betalen met fans? Nee. Voor de nieuwe plugin kan ik u niet meer bannen via de console als jij op hebt, dus. Hoeveel kost eigenlijk die plugin voor de poppen te laten bewegen? Geen idee, broer, maar dat is allemaal dikke 7 en daar heb ik nog meer te doen, ik heb nu al geen taart. Put, dat is dikke cijfer. Hij heeft geen tijd, het is godverdomme, ik kan zomerverlof, ja. Yeah boy! Als ik mijn diploma heb, dan komt er een goede video online binnenkort over Rides, Fast Rides. Dan ga ik een nieuw bedrijf openen. Fast Rides. Nooit. Ah, we zijn nu... En dan ga ik een video maken daarover. Ah, we zijn nu direct bij de Mr. Toad, dus we zullen die maar eens doen. Dat is iets voor u, Dickie. Ben wel curieus wat thuis is. Kom aan Mr. Toad. Ah. Als ik dat moet bekijken, ja, denk ik een racebaantje, dus, een oldtimerbaan, maar dan met zo'n karkers. Kun je hierin zitten? Nee, kut, put. Jammer dat het wel past. We zullen zien wat het is. Wat was het hierin eigenlijk? Was het met de lode, hè? Wat is dat? En ik zie daar, dat is misschien een dumbo-molen. Ah, hier is het karretje. Ah, er kan precies maar 1 persoon in zo'n karretje, dus jij moet wachten op een ander. Ja, dat is ook wel makkelijk. Hier zien we ook weer een karretje. Ja, het is een dark ride dus, met autootjes. Ik weet niet van welke film het is afgeleid, maar... Mr. Toad. Dat ken ik dus. Oké, ik ga er ook in. Ik ga ook in stappen met broer. Oké, put, ik ben ook ingestapt. Ja, ik moet zeggen, dark rides zijn allemaal heel klein, broer. Ja, het moet niet heel breed zijn, maar zeg gewoon.
Die kaart die past er amper tussen. Bro, die bubblegum vlak op de kloot af. Oh, tof, die hek is zelfs zo mooi op, dat ziet er goed uit. O oh, ja, mooi. Toch, putje? Ja, zo'n bonus en zo. Ja, bro. Binnenkort open Dinoware, ja mensen, woo! Of het is al open. Nee, ik heb geen hoesting, maar... Ja, wie zegt, deze video komt niet direct online halen. Calm down. Prut. Oh, mooie barriers, ja. Oh, jezus. Wow! Oké, nog één attractie. Calm down. Ah, nee. Nee, dat was het. Mensen hadden weer fout gezien. Oh, wat is dit dan? Ja, er zullen wel nog attracties zijn hier. Die nog moeten openen. Ik zie hier bijvoorbeeld een attractie. En ik denk dat het een Dumbo model is, maar ja. Dat is wel een droom. Ik weet het niet zeker. Maar er zitten wel al effecten op de spelen hier. Voilà, dat was weer een goede ride. Is er ergens een naam van de attractie? Ja, precies niet. Dan was dit Zorinkrift. Waarschijnlijk zullen er nog wel nieuwe attracties komen binnenkort. Nee, maar... Alleen de vraag is hoe lang... De eerste Zorinkrift video die was al lang geleden. Oh, is het? Hetzelfde als dat wij hebben. Wat? Een zwaard in een anvil. Oh ja. Ja, oké, dit was de video. Like, abonneer en ciao. Rabbits.